Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Goings Go. Mijn naam is Jens en zoals jullie weten, zou ik naar Frankrijk gaan. Nou, dat ben ik dan ook gegaan. En kijk eens wat een prachtig uitzicht we hier hebben. Supermooi. Ik laat even het erf zien. Maar ik ga vandaag ook zwemmen in een zwemmer dat hier staat. Laat ik zo meteen zien. Het zou een beetje zijn als hij dat alleen doet. Dat doe ik eerst met mijn broertje. Kom eens tevoorschijn. Vinny, zoals jullie weten is die ook in de vorige vlog geweest. Maar ik zei ook een paar vlogs geleden dat ik dat ook met mijn neefje zou gaan doen. Die is er aan, namelijk ook bij, hey. Raoul. Dan ga ik nu het erf laten zien. Oh ja, zoals jullie zien, daar is het zwembad. Oké, we gaan eerst even naar het zwembadje toe. Hier, oh. Dus het doek boven. Oh ja, nog een paar tips. Goed insmeren met dit weer. Goed ja. Blijven drinken. Goed snoep eten. Ja, ja. Dat ook. Ik wou ook net zeggen, pak even wat lekkers. En ga dan even leuk kijken. Dan ga ik nu het erf laten zien. Dames en heren, salamandertje. Salamander. Mooie salamander, jongens. Ah, waar is hij? Zoek hem, waar is hij? Zie je hier achter, onder de boom? Hier achter. Ja, daar. Hij is al weg. Ah, nou, dat was een salamander. Dat zoals jullie net zagen, dit is het hele zwembad gedoe. Ja. Een mooi uitzicht. Jee, wat mooi. Zo, dan heb je hier het kleine huis. Laat ik ook boven wel even zien. Ja, daar heb je... Maar boven heeft mijn vader allemaal dingen gemaakt. Ja. We gaan nu het kleine huis in. Hier zijn ook nog een paar dingen, weet ik niet wat het is. Ja, dat is schuur. Dat is allemaal tuinspullen en dingen. Ik ben namelijk wel een rood huisje. Is er ook wel van het van ons? Die wil meer op YouTube maken. Wil je maken. De video op één keer komen? Nee, anders wil het alleen de video. Nee, nee, dat is niet waar. Klein huisje. Oma wil in de video komen. Doe het. Daar is mijn hond. En dan. Jezus! Twisters! Ja. De beste grap ooit. Dan gaan we nu even hier naar buiten toe. Ja. Hier al, dit is het huis. Die laat ik niet zien. En daar hebben we de picknicktafel soort van. Picknicktafeltje, lekker buiten eten. Hier heb je nog een klein stukje gezegd van dat zegt. Als jij mensen heel, heel, in hart haalt. Oh, heel groot veld. Oh ja, één ding. Hier al heel mooi. Is dit heel mooi, ja. En ik hoop echt dat het heel leuk. Dan hebben we hier binnen een beetje, zo. Goede dingen. Allemaal spullen. Spullen van ons. Ja, ook. Een regenpijp, kijk maar, een mooie regenpijp. Een mooie regenpijp, ja, dat is een bed voor allemaal. Ja. Hier hebben we het huis zelf. Dat laat ik zo meteen nog wel zien. Huisje. Het is een villa, jongens. Dat laat zo meteen wel mooi zien. Hebben we hier nog een picknicktafel? Deze staat altijd in de schaduw door de boom hier ook. Jongens. En het huis. Ik wil nog even iets vertellen. Dit hele maal, dat was vroeger een boerderij. Ja, dit was een boerderij vroeger. Dit is een tafel. Dat zien jullie wel, denk ik. Waslijntje, heel lang. Dat hebben we daar achter de boom hebben we nog allemaal. Kijk, een bal. Gedoetjes. Ja, zijn we bijna nooit. Oh ja, bal. Stond. Daar is de stond, daar is de stond. Hebben we hier een haan. Zo, dit is het erf. Ga ik even een beetje daarheen lopen naar de autootjes. Er zijn autootjes. Mooie. Oh, maar je mag niet het kenteken laten zien. Dat komt wel goed. Hè. Zo, een grote schuur. Dan is dit het huis. En hier heb je een hele mooie boom. Wauw. Oké, en dan hebben we hier ook, daar staan de auto's. En we gaan hier ook een beetje doorlopen naar het zwembad. Ja, dan gaan we nu beginnen bij het zwembad. Dit wordt onze soort chillruimte voor ons drietjes. Ja, dat wordt. Dat wordt het nog. Het is nu nog een beetje de troep, maar zoals je ziet zijn we dan een beetje bezig. Oh ja, en like deze video als je niet van bijen houdt. Bijen prikken. Toch? Ja, misschien like deze video als jullie van bijen houden. En abonneer als jullie niet, Bijen steken niet veel leuk vinden. Hetzelfde met wespen. Dan hebben we hier ook nog een groot huis. Hier lopen allemaal salamandertjes, zoals jullie net ook zagen. Allemaal salamandertjes. Dan denk ik dat we hier nu heen kunnen. Dit is het kleine huisje trouwens.
Hier, friezertje. Boeken. De bibliotheek, jongens. Bibliotheek? Ja. Bibliotheek. Weet ik veel hoe ik het zeg. Bibliotheek. Hebben we hier beestjes? Dat zien jullie niet op camera. Bibliotheek. Heel mooi. Uitzicht. Uitzichtje. Hier kunnen jullie ook naar beneden en kijken. En like deze video ook, like deze ook. En dislike zijn voor losers. Toch is toch waar? Dislike zijn voor losers. Nee. Je mag disliken en doen wat je wil. Maar... als je er maar hebt gekeken. Ja, als je maar hebt gekeken. En dan gaan we nu naar boven. En ik heb nog even één ding. Vanavond of een keertje komt ook een granny video in real life online. Ja, dan komt, we hebben een soort clownmasker. Die doen we op en doen we clownie. Spelen en iemand, ik film natuurlijk. Dit is de bovenkant. Er is ook nog allemaal gebouwen. Het is allemaal leeg. Het is allemaal dus alles met mijn vader en nog wat anders mee. De vader van Raoul heeft een werkplaats, een soort van... Ome Maarten, hè? Ja. Het is ome Maarten. Voor mij wel, maar voor jou is het gewoon je vader. Ja, mijn vader. Mijn vader. Hier. Krijg toch allemaal de kaart. Of ga toch allemaal lekker dood. En dan gaan we nu weer naar beneden en dan zie ik jullie zo meteen bij het zwembad. En dan zijn we weer, het zwembad staat. Mijn broertje is nu bezig. Als hij omvalt, dan... maakt dat niet heel veel uit. Dan zet ik hem wel weer snel rechtop. Veer, gaan we springen? Nee. Ik wil mijn pet even afdoen, denk ik. Ga niet gelijk springen hoor. Nee. Nou, dacht, mag ik dan even springen? Want dan, Jongens, moet jullie blijven kijken naar ons. Jongens, je denkt vast, je kan niet springen voor het verhogen. Vanwege dat ding. Je kan gewoon springen, maar dan moet je wel bukkend. Ja, ik kom boven dat ding uit, guys. Ja, je kan ook bukkend springen. Ah, wat zit er weer een pilotenbeest in hier, god. Oh, hoe kan je me dat ding even aangeven? Het is best wel lekker koud. Oh, nou maar, ik heb al een netje. Zo. Dit is eigenlijk dus niet echt waterpret. Dit is eigenlijk gewoon een... hoe leer je waterbeestjes eruit halen? Als jullie denken, jongens, wat ik nu aan het doen ben. Ik ben de beesten uit het water aan het vissen. Ja. Zo, jezus, man. Nou, ik kom even naar jullie toe, hoor. Oké, ik ga er wel in voetsen dan. Oké, wacht even, jongens. Rauw even wachten, want dan ga ik even filmen hoeveel beesten er in het zwembad zitten. Kijk. Heel veel. Deze leg ik hier neer. Raoul, ga jij als eerste of ga ik als eerste? Dat is leuk voor de video. Ik, hè? Ja, ik ga als eerste. Raoul gaat als eerste lekker planten, guys. Ja, misschien denken jullie wat te doen, ben ik maar. Misschien. Ik kan niet heel ja, goed tegen heel erg gaan. Heel gevaarlijk. Jongen, daar hangt hier een, hoe heet dat? Braam. Boven het zwembad. Hij is meteen ingegaan. Wil jij het erin plonsen? Dat is echt koud. Ja? Ja, ik kan het wel aan, joh. Oké, jongens, daar ga ik. Kijk. Wait!
niet fluisteren in de video's. Maak deze video als je niet gaat fluisteren. Oh, fuck.
ben gepakt door de jongens, dus ik kan gewoon op de rand zitten. Was dit stukje nou echt super tof? Duik je naar beneden. Ik zet hem nu even. Ik zet hem nu even op pauze. Zo, dit was niet de video van vandaag. Zoals jullie in de titel zagen, ga ik ook nog een soort granny doen. Alleen met een clownmasker. Zoals ik. Zoals Raoul dat in het begin zei. Dat ga ik vandaag ook doen. En dat als ik opgedrukt ben, ik ben helemaal aangekleed. Ik ben weer helemaal normaal. Wat ik ook gewoon eigenlijk ben, maar ik ben wel uitgezegd. Dan gaan we beginnen met de granny dinges. Clowny heet het, hè? Clowny kan ook. De reden waarom ik steeds mijn oog laat knipperen, deze. En deze dicht zit voor de zon. Deze, nou die ik knipper, er zit wat in. Oh, shit. Ja, een vinger. Oh! we gaan zo meteen granny opnemen. Ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden.
En dan tot zo! Is je granny ooit heb gespeeld? Ik heb een challenge voor jullie. Like deze video. Like granny is je granny. Like met deze hand. Met de rechterkant. Nee, ik heb nog een betere challenge. Like de video met je neus. Binnen 3. 2. 1. Als je het hebt gedaan, super goed gedaan, dan ben je echt de baas. En dan hebben jullie de challenge gehaald. Oké, jongens. We zijn nu met het volgende gedeelte bezig. Finn is granny, mijn broertje dus. Clowny. Wij moeten zo stil mogelijk zijn, Raoul. Ja, en... We moeten gewoon rond blijven lopen. Ja, gewoon rond blijven lopen. En dus ook... alle hoekjes kijken. Niemand, oké, let's go. Is jullie een spelregels willen weten? Ja, het gaat precies hetzelfde als granny. Is je ergens onder haar? Dan moet je ergens onder zitten, dan kan je niet gevonden worden. Ja? En bij Hero moeten we geen sleutel vinden. Gewoon als je allebei dood bent. Dus als één iemand is geraakt, is hij dood. Ja? En als de ander is geraakt, is het game over. Pas als ze allebei geraakt zijn, is het game over. En we slaan natuurlijk niet hard. Nee, ik doe gewoon echt zo. Ik ga zo. Ja. Oké, Raoul, een beetje stil lopen. Ja, ook even één ding, jongens. Wat wou ik ook weer zeggen? Wij hebben ons ingesmuurd, dus wij... Zeg? Oké, nu even stil. Ja, ik heb wel weer. Oké. Ready, stop. Let's start de eerste ronde. Ga je de volgende keer denken dat de volgende keer... Wij mogen rennen. Als hij rent, dan zeggen we even dat dat niet mag. Ja, hij mag wel rennen. Even rustig aan. Oh, misschien komt hij nu via daar. Oké, wacht even. Kom achter de deur staan. Jij kijkt daarin, ik kijk zo. Nee, kijk jij daarin, achter je. Je achter ons sluit. We gaan wat er. Inzoomen. Ja, dat is ik. Oké, jongens. Oké, rennen! We mogen niet zo heel hard rennen. Nee, no, dit is het hardste dat wij mogen rennen. Oké, stil. Oké, jongens, er kunnen ook, nee, ik kijk voor, er kunnen ook jumpscares in komen. Dus dat je... Oh. Daar is hij. Daar kom je in. Iedereen is schrokken. Iedereen is schrokken. Dat kennen wij mooi. Oké, stil. Nu stil. Stil. Nee, niet in het huis. Dat betekent dat hij ons heeft gezien. Hij kan nu ook via hier komen. Jij kijkt daar, kijk wel hier. Oké, we kunnen hier door. Hero is hier niet. Waar is hij? Ik hoorde hem daar ergens. Nee, Raoul, daar ga ik niet heen. Dat mag ik niet filmen. Dat mag ik niet.
Daar is de granny. Of de... Clownie. Clownie. Rennen! Kijk even, je moet je dit filmen. What the fuck? Rennen, Raoul. Hij kon er wel heel dichtbij rennen. Hij kan ze ook gooien. Dus dan mag hij ons niet raken ermee, dus. Heel stil lopen. Heel stil. Hé? Nee, als hij daar is, kunnen we makkelijk. Dat gaat hij echt niet aan. Hij rent daar. Hij rent daar. Hij mag niet rennen. Dan lopen wij lekker zo. Ik zag hem net eraan. Ik weet niet of je dat ook op camera zag. Oké, heel stil. Niet op de steentjes. Oh, probeer zo stil mogelijk. Wacht, we gaan hem volgen. Wij gaan hem volgen. In plaats van hij, mij, wij, hun, wij. Oké, hou. Weet je, als die langzaam lopen. Zachtjes, geen geluid maken vanaf nu. Oké, okay, we kunnen nu. We kunnen nu. Oké. Nee, we gaan naar achter. Ik ga achter me. Jij gaat zo, ik ga zo. Oké, ik ben nu al heet. Dus nu is het merk nog dat ik dood ga. Stel mogelijk. Gauw, als je dus degene die de verkeerde kant op gaat. Hij gaat nu naar hem toe en ik ga nu achter me. Ik weet niet waar hij hierheen is gegaan. Volgens mij is het zo gelopen. Ja, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Kijk. Oké, degene met het zwart en witte is al. Hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Oh, dat is jongens. Hij niet jongens. Degene in de groene zwembroek. Raoul, ik weet dat jij er bent. Vin zag me daarnet. Zo moeilijk. Waar is hij? Huh? Nee hoor. Oh wauw. Oké, nu gaan we zo lopen. Zo snel mogelijk.
Hij is achter. Kom nou. Niet rennen, stil zijn. Stil zijn. Oh. Ik heb een blaar gehad, ik ben geen buik voor haar. Daar is hij, jongens. Rennen. Rennen. Wat is er? Oké, wacht even, kom. Nee, dat was er niet. Waarom niet? Dat staat er. Oké. Laat ons even. Rennen. Hierheen. Hoe is dat? Kijk, kom. We gaan het huis in. En naar boven en onder het bed. Laat maar. Onder het bed kan jij ons niet zien of ergens onder. Ik ben voor die nacht. Ja, ik was er niet bij. Huh? Misschien zit hij bij je. Hoi. Fuck. We are dead. Sorry dat het even zwart was. Omdat je dat ding zag vallen, hè? Dan kan je hem gewoon kijken. En dat ding viel, hè? Nee, maar dat deed hij zelf. Nee, maar hij kan me niet zien, want dat deed hij zelf. Ik ben dood. Hij is dood, jongens. Nee, die moet je even zorgen dat het stukje ja. bekijken. Naar nee, het laatste stukje. Nee. Dat is eng. Gewoon, we gaan gewoon. Even het laatste stukje. Even iets lastig even. Kijk eens. Wat? Je ziet er echt één uit. Keer mee. En maak het ook lastig voor de. Voor de mens. Voor de. Wij twee, ja. Als we worden getikt deze keer. Dan word je er ook één. Dus ik heb twee maskers namelijk. Dan word je er ook één. Alleen die kan hem alleen vasthouden. Ja? Die kan. Nee, zullen we doen? Ja. Oké, we gaan beginnen. 10. Deze moet je nog stoppen. Oh ja, deze ga ik. Nee, niet. Deze heb ik gewoon bij me. En als jullie mij één keer hebben geslaagd met dat ding, kunnen jullie deze pakken. En dan kunnen jullie nog één keer schieten. Dan ben ik voor 20 seconden weg. Nee, zullen we doen 30. 2. Oké, 30 seconden. 20, oké. Ik ben nu dus de troon. En die moeten we nu dus gaan pakken. Ik ga even hier helemaal boven kijken. Nee, maar dan gaan we naar beneden.
De deur is dicht. Maar ik ga deze kant op. Ik denk dat iets was. Ze hebben uitgevallen. Oké. Waar ben je? Ik kom je halen. Ja. Dat vind ik net in het Engels. Dat is echt een kennisbeeld. Ik kom je halen. Je gaat dood. Zo. Zo. Wil eens kijken wie er allemaal zijn. In mijn mooie stadje. Het dodelijke stadje. Elke nacht. Het is nu wel dag, maar elke nacht. Kill ik iedereen hier. Oké, let's go. Ik heb ze nog niet gezien. Hé, hey, we hebben een nieuwe. Kijk maar uit dat die hier hoort. Die kan je niet. Die is niet zo dood. Ik heb nog niemand gezien. Waar zullen ze zitten? Ik draai de camera even om, hoor, jongens. Een momentje. Ja, ik heb met mijn rechterhand vast, kan ik wat beter verder. Dit is even wat verder. Ik heb er wel nog wel op vast. Ze moet ook naar mij komen, want als ik het naar heen. Even kijken, kunnen jullie me zien? Daar zijn mijn verlading. Mijn zak. Broekzak. Ik moet goed opletten. Zij moeten goed opletten. Zij moeten opletten dat ze mij niet zien. Omdat ik hen niet zie. Ik moet opletten. Omdat ik hen zie. Ja, zij moeten mij niet zien. Dat is eigenlijk het soort van. Ik heb nu al 2 keer het hele rondje aan. Ik zag het maar aankomen, dat kan niet. Nog een keer. Hier gaan kijken. Niemand. Dan loop ik mijn hoofd op. Als jullie afvragen hoe ik er eigenlijk uitzie, nou, het is zo dus. Het ziet er wel echt uit, hè? Zo zie ik het uit en zo moet ik ze pakken. Let's go door. En daar ben ik weer. Zo zag ik er dus uit. Ik ga binnen toe. Thank you.
Hier. Misschien zitten ze boven. Ik ga boven kijken. Niemand. Oké. Okay. Dan moet het uit. Schijntjes zijn weg. Gewoon of zo. Of ze zitten wel hier. Hello. Hoe zo, ja? Nu wil je vinden. Hey Mara! Ja, wat doos? Wat heb je nog? Nee, ik gooide hem niet. Ik ga ja pakken. Finn. Ja, pakken. Jij bent nu de andere, hè? Je kan hem nu vasthouden. Ja. Waar is het masker? Zo ziet Raoul er nu dus uit. Ja. En die wil elkaar alleen Finn kan Raoul nu pakken. Of Raoul Finn pakken. Ik ga nu naar boven. Weer bij. Ik heb er een maat bij. Hij heet Raoul en is een granny. Hij kan niet naar boven komen. Of misschien toch wel. Ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Misschien wil jij het. Of hij het. Misschien moet ik de deur dicht doen. Maar daar is hij niet. Daar ligt hij in de lucht. Zie je hier ergens? Waar is hij? Kijk, waar is hij? Misschien is hij naar binnen en weer naar buiten gerend. Of in de wc. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Achter de deur. Boven. Misschien? Boven zijn. Boven. Badkamer. Doe je masker op. Nee, maar vind ik niet leuk. Sorry. Ik ga niet naar boven. Ik moet pas op zien. Ja, maar eens. Oké. Waar zal die zitten? Zal hij? Deze. Ik daar kan ik niet zijn, dat is bij je. Oké. Zullen we nog wat vervolgen? Dit heb ik niet van mijn tijd. Moet ik daar wat vervolgen opschrijven? Nee. Zullen we nog wat vervolgen? Want dat duurt wel even iets te lang. Het vervolg komt nu. Nee.